ga geen mutje doen, ik ga niet nadenken, gewoon doen. 3, 2, 1, go! Hallo allemaal, superleuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op Mitty. Ja, het is een klein beetje fout vandaag. Ik ben namelijk pas net om 12 uur wakker geworden. Het was niet de bedoeling, maar het is vannacht een beetje later geworden. Ik heb vannacht gewoon een beetje muziek geluisterd en eigenlijk een beetje gewoon gechilled. En ik ben pas om, was het 3 uur gaan slapen of zo? Ja, ik weet het, het kan niet. Maar goed, ook vandaag gaan we weer een pool invullen. Het is namelijk vandaag 12 juni. En op 12 juni, dan moet Wales tegen Zwitserland. Dus vandaag is het Wales tegen Zwitserland. En het moet dus. En ik moet er met 3-1 winnen. Wil ik gelijk hebben. Want gisteren had ik die eerste al fout. Dus dan moet ik deze goed hebben. Of nou ja, moet. Het zou leuk zijn. Maar goed, wat we zo eerst even gaan doen. We gaan zo eerst eventjes naar de winkel. Want ik moet nog eventjes wijn halen voor vanavond. Vanavond gaan we namelijk hier de barbecue omsteken. Ik hoop wel dat het een beetje mooi weer is trouwens. Want. Jeetje, het is een beetje winderig volgens mij. Ja, als het winderig is, dan maakt het niet uit, maar als het maar een beetje mooi weer is. Het zonnetje schijnt niet, want dat is mooi, maar als het maar een beetje zonnig blijft. Oeh. Kijk, het zwembad dan. Die hele rand is helemaal naar beneden gezakt. Nou, weet je, het wordt toch het laatste, denk ik. Hoe dan ook, ik ga zo eerst even lekker wijn halen voor mijn zus. En dan komt daarna Tessa. Zo, en we zijn alweer back. Nou, ik heb ondertussen wijn gehaald en inderdaad cola. En weet je wat dan het grappige is, dames en heren? Want ik kom in de winkel en verder niks aan. Maar op het moment dat je buiten komt, dan, zoals gisteren bijvoorbeeld, toen was het 26 graden. En dan zie je iedereen met een korte broek aan. En gewoon allemaal in zomerkleding, wat bijna naakt nog op straat. En nu serieus, even een dagje later is het 21 graden, nog behoorlijk warm, kan ik jullie zeggen. En nu zie je iedereen met dikke warme sjaal, met dikke truien en mutsen op. En bijna, nog, nou misschien nog net overdreven, maar wel dikke truien aan, dikke lange broeken aan. En dan denk ik van, wat nou als het 18 graden was geweest en het ineens naar 21 graden was geweest. Wel dat ze dan een korte broek aan hebben gehad. Dat is puur omdat het dus gisteren zo warm was, 26 graden, en dat het gewoon ietsjes koeler is. Dus 21 graden, wat we dus allemaal willen eigenlijk. Omdat allemaal, er zitten heel veel Nederlanders, eigenlijk iedereen zit altijd mooi te zeuren van, oh god, die is koud. En op het moment dat het wat warmer is buiten, als het gewoon 26 graden is, oh, het is dus warm, het is niet meer te houden. Weet je, eigenlijk is het best wel een beetje klagen gewoon, het is nooit goed. En ik herken me daar zelf eigenlijk ook alleen maar. Ik vind het zelf ook, vind ik het ook gewoon. Ik vind het nou officieel vind ik het nou te koud omdat ik 26 graden gewend ben. Maar als het nou 18 graden was geweest en het was van 18 graden naar 21 graden geweest, dan had iedereen in een korte broek gezeten. Want hè, 21 graden is ineens warm. Maar dat ligt gewoon puur aan de temperatuur waar je op dat moment aan gewend bent. Nu is het bijvoorbeeld 26 graden geweest gisteren en dan is het nu 21 graden. Waar je normaal gesproken iedereen ook met 21 graden korte broek ziet aandoen, zit iedereen nu met lange broek aan. Weet je, ons systeem werkt eigenlijk zo raar. Dat is gewoon grappig om terug te zien. Ja. Ik had al zo vermoeden. Hoezo? Dat je achter de deur stond. Hoezo? Ja, vervelend hoe je staat. Tessa gaat met skateboard een keer en ik ga met mijn elektrische step. Nou, als je moe wordt of dat ding loopt leeg, dan moet je het even zeggen. Dan kun je weer achterop en dan maken we een rondje. Gaat zien. Nou Tess, dan gaan we weer. Het heeft even mogen duren, maar. Het is lekker weer, dus. En we hebben inderdaad wel heel vaak geskillet en gestept, maar weet je, dat ding blijft gewoon zo verslavend. Iedere keer weer opnieuw. Oké, daar gaan we. Even weer de vaart erin. Hoppatee. Oh, ik ga iets snel, even iets langzamer gaan volgens mij. Oh, dus ik kan niet filmen en nou, hopen dat die auto komt, anders ben ik zwaar de lul. Oh, ja, nou, er kwam een auto aan, maar die dat is net te laat voor mij, dat scheelt weer. Wee! Ja, voor degene die zich afvraagt van Mitchell, wanneer ga je nou eens een keer stoppen met die elektrische step? Vanzelf. De zomer komt eraan, dus dan gaan we natuurlijk veel zwemmen. Evenementen komen er weer aan, dus dan is het wel beter als straks weer. Dan zie ik niet zoveel meer op de elektrische step hoor, als het evenement weer beginnen. Dus voor nu gewoon eventjes nog even met de step, of met de elektrische step en de skateboard.
Dan gaan jullie gewoon... Oh, yo. Dan gaan jullie gewoon missen. Ja, dan gaan jullie het gewoon... Oké. Okay. Wow, hersenschudding. Oké, ik dacht gewoon letterlijk dat ik gewoon helemaal weer kwijt was. Maar nee, meneer zit weer op het dak. Hé, Flaprol, je zit weer daar zo. Ja, je zit weer erboven, hè, Flappie. Wat doe jij daar? Dat is ook wel met dat beest. Dat beest heeft echt elke keer wel weer een andere stopplek waar hij dan komt. Of dan zit hij in een berging. Of hij zit hier zo. Of op een stoel, dat kan ook. Raar beest. Nou, ik weet niet of het heel romantisch is zo, maar ik heb voor vanavond de barbecue set klaargezet. Hier komt straks de barbecue te staan. Al moet ik zeggen dat het er niet helemaal goed uitziet qua weer. Dus wat ik doe, ik haal wel vast even de ding eruit. Zo. Kijk eens aan. Ja, het ziet er niet heel schoon uit, maar ja, boeien. Het is natuurwater natuurlijk nou. Maar het ziet er wel lekker uit. Lekker een duikje nemen straks. Oké, het is op dit moment eventjes tijd om mijn zus op te gaan halen. Want we gaan straks, zoals ik al zei, lekker barbecuen. En ondertussen ben ik ook even wild Zweden aan het kijken. Of zeg ik dat goed? Nee, Zwitserland. Zweden, hoe kom ik dan weer bij Zweden? Nou, ondertussen ben ik dus ook eventjes dat aan het kijken. En ja, of het helemaal goed gekomen, ik heb echt geen idee. Want ik heb namelijk opgeschreven Wils, dat was het, Wils, Zwitserland. 3-1. Dus dan zouden Wils zou nog 3 doelpunten moeten scoren. Maar het gaat nog niet bepaald helemaal lekker met Wils, zie ik. Ja, als ze op deze manier blijven doorspelen, dan denk ik niet dat ze echt een doelpunt gaan halen. Maar goed. Oké, ik kan dit alweer afschrippen van mijn lijstje. Oh, Zwitserland heeft alweer 2-1 gemaakt. En kijk dit dan. Oh, 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 oh. Wat een goal weer. Nou, dus ook deze kan ik van mijn lijstje afschrippen. Oh, oh, oh. Nou, ik heb ondertussen mijn zus opgehaald en weet waar je aan begint, hè. Het is niet heel extreem warm vandaag. Maar is het water wel lekker dan? Oeh, de water is lekker. Nou, dan zou ik zeggen, neem een duik. Meid, die weet niet waar ze aan begint. Het is gewoon bewolkt buiten, kijk dit. En jij wil gewoon gaan zwemmen in het water. Ik ben geen nietje. Nee, dat weten we. Goh, kijk die parasol dan. Oké. Okay. Gewoon helemaal erin, hè. Gewoon helemaal erin, ja. Zonder na te denken. Ja, die band kun je er wel uithalen. Ja, je mag de parasol wel dichtklappen, hoor. Ja, dat is wel wat warmer, zeker. Ja, dat maakt niet uit. Hoppatee. Vind je het lekkerder? Nee, ga jij maar in het water. Ik vind het wel lekker als het zo zonnetje erin. Als het zonnetje schijnt wel, ja. Ja, laat het zonnetje maar lekker schijnen. Parasol lekker dicht. Ja, daar heb ik geen regie over. Zo, ik ga me verstoppen. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Nee. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, dat doen we ook. 3, 2, 1. Koud, hè? Ja. Dat is wel lekker. Zei ik al. Ik weet nog niet of ik het ga doen, hoor. Weet je, het is bewolkt. Maar nou kom ik een beetje over als een mietje. Dat moet ik ook niet hebben. Ja, dan moet je ook erin. Weet je wat ik doe? 1 duik. Ja, is goed. Doen we allebei gewoon even 1 duik en ga ik hem naar de barbecue langs in mijn rand aanzetten. Ja, helemaal 1 duikje nemen. Neem 1 duik, want anders kom ik over als een mietje en dat wil ik ook niet in de vlog. Dus even omkleden. Zo, nou, ik heb mijn handdoek klaargelegd. En 1 duikje en dan ben ik er helemaal klaar mee. Want het is gewoon koud, jongen, veel te koud. Maar goed. Niet nadenken. Gewoon doen, dat heb ik ook gedaan. Blijven. Ik ga geen mietje doen, ik ga niet nadenken, gewoon doen. 3, 2, 1, go! Oh, shit! Oh. Zo. Klaar. Ik heb het gedaan. Ik had gewoon echt zoiets van, oké, niet nadenken. Als je nu gaat nadenken, dan krijg je zo, oké, nu doen. Nee, je moet gewoon gaan. En nou ben ik er klaar mee. Oh. We hebben het wel gedaan. Tijd om het even om te kleden, dan ga de barbecue aanzetten. Zo. Nou, ik heb ondertussen de barbecue ook al klaarstaan. Hij moet 20 minuten eventjes doorgloeien. Dus wat we gaan doen, ik ga aanzetten. Ik heb even een emmertje water erbij gedaan. Voor de veiligheid natuurlijk. Maar ik denk dat dit wel gewoon een goed plekje is. Oké, jongens, daar gaan we. De eerste. Waar is Ada aan? Oké, top. Tweede. Ja, ah, kijk. Het begint al goed door te komen. Weet je wat ik doe? Kijk, het gaat vanzelf ook. Ik hoef niks meer te doen. Nice.
Nou, helemaal top. De barbecue brandt. Het enige nadeel met barbecue vind ik altijd alleen dat het altijd zo lang duurt. Dus net zoals met gourmetten, met kerst, dan zit je altijd met z'n allen gewoon bij elkaar aan tafel. Dat is super gezellig, alleen ik vind het altijd zo lang duren. Dus ik ben nooit zo'n voorstander van heel lang barbecue of gourmetten, maar weet je, het hoort wel bij. Het is zomer, dus iedereen gaat een beetje rond deze tijd barbecuen. Ik heb ondertussen wel eventjes een lange broek aangetrokken, had je misschien wel zien, want het is wel een beetje fris. Dus ja, en het eerste waar we mee gaan beginnen is dadelijk volgens mij iets van een carbonade of zo. Ik heb geen idee wat het is, maar het ziet er in ieder geval wel best lekker uit, denk ik. En qua vlees hebben we ook genoeg, want we hebben van alles 4 stuks. Dus 4 speklapjes, 4 worstjes. Dus gewoon 2 per persoon. Dat is echt niet normaal. We hebben echt, echt veel vlees. Nou, weet je, daar is het zomer voor. Daar gaan we ook lekker voor barbecuen. Ja, even 20 minuutjes, even goed deze laten doorgloeien en dan gaat het eerste vlees erop. Nou, het eerste vlees dat zit er ondertussen op. Zie je dat? Vijf, vier, drie, twee, één. Right. Nou, de broodjes zijn klaar. Dus die gaan we dus even lekker uithalen. En snijden. Ha, 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 halleluja. Die zijn warm. Ai, ai, ai. Goed. Zo, dat was de kwestie van de snijder. Wat ja! Nee, dat ga ik geen grapjes meer maken, Roos. Oh. Hoppatee, dat is één. Nou, en zeg altijd, de chefkok mag ook altijd het eerste proberen, dus... Ja. Nou, tot dan proef op. De eerste. Ja, daar had ik wel even zin in. Misschien iets te knapperig, maar wel lekker. Ja, en ondertussen is onze eerste vleesje klaar, zie je dat? Oh, lekker. Een carbonade. Ik heb ondertussen eventjes andere stokbrood erbij gepakt, want die andere was net een beetje hard. Ik heb aan de verkeerde stand gezet, dus nu is het goed, dus is die lekker zacht. En, ja. Nu is het inderdaad wel beter. Nou, inmiddels zit er een volgend stukje vlees er al op en dat is speklap. En ik moet zeggen, die broodjes die vullen wel. Ja, en ondertussen wil ik ook eventjes wat anders doen. Dat is namelijk eventjes de voorpoel verder gaan doen. Want nu is het namelijk Denemarken tegen Finland in Kopenhagen. Maar ja, dat ligt op dit moment helemaal stil. Omdat er een voetballer is onwel geworden op het voetbalveld. Die is ineengezakt, zeg maar. Dat gaat over deze voetballer, Christian Eriksen. Die is ineengezakt. Dat is natuurlijk niet zo best. Dus laten we hopen dat het allemaal goed komt. En ik denk dat dat voornamelijk nu belangrijker is dan die hele wedstrijd. Want ja, waar je nu naartoe zit te kijken is gewoon leeg. Iedereen kijkt natuurlijk helemaal raar op. En het hele voetbalveld is ook helemaal leeg op dit moment. Want dit was natuurlijk even niet zien aankomen dit. Als je die wedstrijd op dit moment ook kijkt. Oftewel, op tv dan is het gewoon één somber beeld wat je op dit moment op tv ziet. Dit is denk ik ook nog nooit bij een EK gebeurd. Dat er een voetbal onwel is geworden en in elkaar is gezakt op het voetbalveld hier. Zie je? Het hele voetbalveld is helemaal leeg. Shot maken voor je van, kijk mij lekker blij zijn met vlees. Kijk in één keer die damp in mijn gezicht. Gadverdamme, nou denk ik het even lekker niet. Nou, ondertussen heb ik eventjes de telefoon aangezet, want ik dacht ze eventjes voetbal op. We toch even weten hoe het allemaal verder gaat en zo. Maar ze gaan weer verder. Oké, nice. Ondertussen, ja, de barbecue gaat niet zo hard meer. Kan je het even laten zien? Zie je dat? Maar je hebt nog maar een paar kleine vlammetjes, dus oké. Gooi er maar overheen. 3, niet je hoofd erboven. 2. 1. Oh, dit gaat nooit goed. Je moet er wel helemaal overheen doen. Ja, dat snap ik. Zo'n kipspek. Cool. Applaus van hun collega's. Ja, hoor maar. Hij is aan het piezen. Nou kun je helemaal niet meer barbecue. Ga natuurlijk naar binnen toe. Zo, en ondertussen eventjes de laatste speklap opeten. En eventjes toch weer voetbal te kijken, want het gaat toch weer door, zoals jullie zien. Het staat nog op 0-0, dus het kan nog zo zijn dat mijn voetbalpool toch nog goed gaat komen. Wel respect hoor. Echt sowieso gewoon zware respect, ook voor Christian Eriksen. Shoutout naar Denemarken, sowieso.
Ja, het is ondertussen 1-0 voor Finland. En aan de ene kant moet ik zeggen, ik gun nou wel echt de Denen een doelpunt. Of dat ze deze wedstrijd winnen. Want het is natuurlijk verschrikkelijk als je je teamgenoot zo het voetbalveld verlaat. Dus ik gun echt die Denen op dit moment wel een doelpunt. En eigenlijk ook wel dat ze deze wedstrijd gaan winnen. Maar ja, weet je, dat is het natuurlijk niet aan mij. Dat is natuurlijk echt aan de spelers zelf om daarvoor te zorgen. Nou, helaas. Het is helaas geen 6-3 geworden voor Denemarken, zoals ik misschien had gedacht. Ze hebben er allemaal bij. Zie je dat? Het is helaas 0-1 geworden. Dus helaas ook deze. Het gaat niet zo lekker. Ik heb al 3 wedstrijden misgegokt. Maar goed, wat we dus nu eventjes gaan doen is Miranda eraf schoppen. Nou, ik heb Miranda inmiddels even afgezet en moet je eens kijken aan de lucht. Sick hoor. Mooie zonsondergang. En de volgende is België-Rusland. En België staat op dit moment al met 2-0 voor. Gek eigenlijk, hè? Dat ik de hele tijd heb gezegd dat ik heb niks met voetbal, maar ondertussen zit ik wel alle standen een beetje bij te houden van de uitslagen. Maar goed, dames en heren. Dit was in ieder geval weer de vlog van vandaag. De uitslag van deze wedstrijd is België-Rusland. Die ga ik jullie morgen geven in de volgende vlog. Morgen dus moet Nederland ook spelen. Ik zie jullie in ieder geval morgen bij een gloednieuwe vlog op mijn kanaal Mitty. En dan zeg ik, zoals altijd, blijf positief. Respect naar Denemarken nogmaals. Succes met de volgende wedstrijden en tot morgen om 5 uur. En dan zou ik zeggen, zoals altijd en ook vandaag, peace!